ben Doreen en ik werk als publiekswerker in het Red Star Line Museum. Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal over migratie, vroeger en vandaag. Een thema dat op het eerste zicht niet zo evident lijkt voor kinderen of voor families. Maar toch geloven wij heel erg dat wij wel een familievriendelijk museum kunnen zijn. Familievriendelijkheid ligt voor ons niet alleen op de inhoud van dat verhaal, maar zeker en vast ook op de praktische omkadering. Bij praktische omkadering denk ik evengoed aan een borstvoedingsruimte in het museum, een verzorgingsplek voor baby's en peuters, ook in de mannen-wc's van het museum. Maar zeker en vast ook naar de uitstraling die heel het personeel in het Red Star Line Museum heeft. En niet alleen ik als publiekswerker of niet alleen onze gidsenploeg, maar evengoed onze baliemedewerkers die bijvoorbeeld heel praktisch de reflex hebben voordat er een groep met buggies komen om nog iets te vertellen. Je kan je buggy meenemen in het museum, dat mag erin blijven zitten, dit moet eruit. Dat soort kleine reflexen of houding bij al ons personeel maken volgens mij dat bezoekers echt het gevoel hebben dat ze hier welkom zijn. Eerder dan alleen maar op de inhoud te focussen, is die omkadering ook een heel belangrijk onderdeel. Gezien het thema migratie in het museum vinden wij familievriendelijkheid ook heel belangrijk richting kwetsbare families. Mensen die hier als nieuwkomer met een gezin wonen. En dan is het voor ons extra belangrijk om samen te werken met goede toeleiders. Dat zijn soms samenlevingsopbouworganisaties, plekken waar mensen Nederlands leren. Om net die mix ook in een familiepubliek te krijgen. Om niet apart iets voor kwetsbare doelgroepen te organiseren, maar net heel inclusief te werken en een ontmoeting tussen verschillende families, tussen verschillende publieken mogelijk te maken. Denk dan heel concreet ook aan de Boekencaravaan. De Boekencaravaan is een organisatie die gaat voorlezen bij kinderen en bij gezinnen die nog Nederlands aan het leren zijn. En bijvoorbeeld in de Krokusvakantie zijn er voorlezers hier prentenboeken komen voorlezen rond het thema migratie. Wat er ook voor zorgde dat zij hun eigen families, hun eigen voorleesfamilies mee in het museum uitnodigden. En dat ging zelfs zo ver dat die voorlezer ook hielpen met een ticketje te reserveren hier in het museum. En het is ook weer net die toeleiding en die heel praktische drempels die kunnen helpen, denk ik, om effectief te participeren. Ik denk dat je als cultuurhuis je niet mag laten afschrikken door de zwaarte of de meerlagigheid van de inhoud of het verhaal dat je wilt vertellen. Maar dat je dat verhaal beter bekijkt als een ui, waar dat je met een volwassen publiek zeker tot de kern en alle nuances en alle reflecties geraakt. Maar waar het met een familiepubliek ook interessant is om die buitenste laag al eens te ontdekken in een museum.